ben Gertjan Bos, 60 jaar, uit Hilversum. Heb een portefeuille van 23.000 euro ongeveer. En over een paar jaar wil ik met pensioen. Gert-Jan, ik zie dat je een mooie gespreide portefeuille hebt. Het zijn allemaal namen waar ik erg blij van word. Het is allemaal aandelen. Waar wil je voor beleggen? Ik wil eigenlijk een aanvulling op een pensioen. Een aanvulling. Ik heb ook nog wel een lijfrente en krijg denk ik wel een redelijk goed pensioen. Maar ik ben toch gaan, dus dit is een extra? Dit is een extraatje, ja. Ik denk als ik naar de portefeuille kijk met een naam of 13, 14. Een beetje willekeurig gekozen volgens mij op tips die binnenkomen. Ja. En dan kom je toch vaak met een verzameling waar weinig structuur in zit. Ik zie bijvoorbeeld de sector dagelijks consumptiegoederen met Coca-Cola. Wat zit er nog meer in? Ahold. Ja. En die is wel heel sterk vertegenwoordigd. En ik mis ook heel duidelijk de opkomende markten. Ja. En zeker als je wat voor de lange termijn belegt. Die markten lijken op dit moment ook wat goedkoper geprijsd. Zijn ook wel wat volatieler. Maar dat verdient zeker een plaats in de portefeuille, denk ik. En ik zou ook zeggen, vul het aan met wat beleggingsfondsen of met wat indexfondsen. Ja. Zodat je de drie grote blokken, bijvoorbeeld opkomende markten, Europa en Amerika al pakt. En dan voor de leukigheid, want het blijft gewoon leuk, individuele aandelen. Per sector bijvoorbeeld een bewuste keuze maakt. Dit vind ik het beste aandeel in de sector. Ik had dat meer moeten spreiden en beleggingsfondsen, ETF'jes, wat ik zou willen. Dus dan moet ik een aantal gaan verkopen, denk ik. En dan een paar aandelen nog aanhouden. Misschien een beetje gespreid. Zo zou de verdeling moeten zijn, denk ik. Ik denk individuele aandelen Amerika heel goed, hè, om naar te kijken. Maar ik zou niet alleen in Nederland kijken, maar wat Europeeser. En je hebt bijvoorbeeld ook wat kleine namen. Hè, en ja. Bijvoorbeeld zo'n PostNL vind ik dan een bedrijf van, ja, op de echt lange termijn verwacht je dat zo'n bedrijf het nog doet, hè. Dan zou je ook kunnen kijken naar bijvoorbeeld Siemens of General Electric. Wat meer conglomeraten waar het specifieke risico van een individueel aandeel gewoon al wat kleiner is dan bij dit soort aandelen. Waar bijvoorbeeld, nou, je hebt het gezien, hè, bij SBM, daar kan wat gebeuren. Ja. Maar ik vind ETF's, indexfondsen en beleggingsfondsen een goed idee. En dan zou ik inderdaad gewoon grote spreidingen nemen. Hè. Met een ETF op de stock 600 heb je gelijk 600 bedrijven waar je in belegt. En dan demp je dat effect al veel minder en profiteer je wel van aandelen. Ja. Het is wel alleen een aandelenportefeuille. Dus mocht het, maar je hebt gezegd dat je ook andere bronnen hebt, dus dat kan best. Ja, ik heb ook nog een, wat ik al zeg, lijfrente. Er wat gespaard. Dus in principe zit ik denk ik nog niet zonder. Dus, je zou kunnen zeggen, ik vul aan met wat obligaties. Hè. En dan kan je op het moment dat bijvoorbeeld een aandelenmarkt een keer wat corrigeert, iets van die obligaties inzetten om weer een nieuw aandeel te kopen. Hè. Zo kan je ook een beetje het spel van wat wij asset allocatie noemen, spelen. Dat als de markt hoog staat, verkoop je wat. Als de markt laag staat, dat je dan in ieder geval nog de mogelijkheid om wat te kopen. Dat doe ik te weinig. Als hoog staat, verkopen. Want wat ik al zeg, is toch lange termijn politiek. Dus het is eigenlijk gewoon stilzitten en wat dat betreft dan. Op zich is dat wel een verstandige strategie, hoor. Ja. Hoe meer je beweegt, hoe meer kosten je maakt en hoe slechter je rendement. Dus gewoon lange termijn blijven zitten is over het algemeen een hele goede strategie. Maar nogmaals, wat meer spreidingen zou niet meer staan in deze portefeuille. Ja. Ik vond het een heel goed advies van Bob en Corné. Ik ga er zeker wat mee doen. Ik denk dat ik toch een aantal aandelen ga verkopen. En dat ik wat kleiner portefeuille qua aandelen ga beleggen. En dat ik sowieso een beetje in de ETF's, beleggingsfondsen, ga stappen. En ik hoop dat het dan toch extra gaat renderen.